Thoma, was jij vroeger ook stiekem wel eens een boeketreisje? Ik had wel eens een verkering met een hoogopgeleide mevrouw, maar die was ook helemaal versort op boeketreeksboekjes. Oh ja? Die had naast de bed echt een hele stapel. Vond ik heel gek, maar ja. En vond je dat inspirerend? Nou nee, ja, ze had ook een, ja dat kan, hè, dat de mensen een afwijking hebben, heb ik ook. Dus, Duidelijk. Je gaat weer volgens spelen. Wat ga je spelen? Ja, omdat we hier zitten in de voetbalkantine van VV Tenna, dacht ik van de man die de laatste weken het positiefst in het nieuws is gekomen voor het Nederlandse voetbal, is natuurlijk Louis van Gaal. En ik heb in 2014 een liedje over hem geschreven toen hij bondscoach was ter tijde van WK in Brazilië. Ja. En nu gaat hij ons naar grote hoogte laten stijgen in Qatar volgend jaar. Dus dan moet dat maar ook weer gaan over Louis van Gaal. Oké, okay, ja, nou, hartstikke mooi. Take it away. Hier is mijn Thoma met Ik ben Louis van Gaal. Perschef Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote voetbalicoon. Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de eerste vraag aan Louis van Gaal? Een vriend van de pers stelt een domme vraag. Ergernis en onbegrip liggen op mijn gezicht. Ik zie de plaatsvervangende schaamte bij mijn zogenaamde arrogante blik. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben een generaal op en buiten het veld. Met deze strategie hou ik mijn spelers uit de wind. Johan Derksen en Gijp kunnen praten als bruggenman. Ik ga toch mijn eigen gang. Mijn kinderen spreken me aan met u. Het toont respect voor de medemens. Ik kies voor democratisch leiderschap. Maar uiteindelijk beslist Louis van Gaal. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben ik nu degene die zo slim is? Of ben jij nou zo dom? Ik heb in 6 jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in 100 jaar. En ik ben wie ik ben, zelfverzekerd, arrogant, eerlijk, vernieuwend en dominant. Het is uniek dat iemand die nog leeft een autobiografie schrijft. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ben Louis van Gaal.